Ambtenaren van het ministerie van Openbare Werken die uitgeleend zijn aan bedrijven en organisaties zullen teruggehaald worden. Dat zegt OW-minister Riyad Nur Mohammed. Dit is een serieuze zaak die al een hele poos speelt. De minister zegt dat niet alleen de voorgaande regering, maar ook regeringen daarvoor ambtenaren hebben uitgeleend aan derden. Deze uitgeleende krachten zijn echter nodig op het ministerie. Vandaag moet ik als minister zien dat een aantal mensen koken bij mensen thuis, een aantal werken op plantages, toch? Een aantal zitten hier en daar en niemand weet het op het ministerie. Niemand weet het, ook de vakbonden weten het niet. Dus vanaf nu ga ik ook vakbondsleider spelen. Ik ga het zelf doen. Op dit moment doe ik het zelf. Dus toch? Hoe is de situatie dat de mensen werken bij OW, maar doen andere jobs in tijd van het werk? Nou nee, het is heel ernstig. De mensen zijn in dienst van OW, zijn door de vorige regering, maar niet alleen door de vorige, daarvoor ook. Laat me het gewoon duidelijk zeggen, daarvoor ook. Uitgeleend, afgegeven, toch? Aan mensen, toch? Aan organisaties, aan personen. En ze werken daar en ze komen nooit aan het werk bij OW. Nur Mohammed zegt dat toen hij hoorde dat de ambtenaren misbruikt werden, hij aan de bel heeft getrokken. Hij heeft daar een overzicht om welke ambtenaren het gaat en aan welke organisaties ze zijn uitgeleend. Maar waar het om gaat, ik kan geen mensen illegaal ergens zetten. Toch? Ik heb het geld nodig. Toch? En ik ga je zeggen, ik ga geen namen noemen, maar het zijn organisaties die hebben gedaan met dit land. Het zijn organisaties die misbruik hebben gemaakt van het land. En dan nog komen ze mensen van OW hebben. Dus ik ga de zaken eerst legaliseren, dat ik de burger die OW er bescherm. En dan komt de volgende fase. Dat is de brief naar dit soort organisaties, dit soort mensen, toch? Om ze te wijzen wat niet goed is, et cetera, hoe het hoort. Dat was dus minister Riyad Nur Mohammed van Openbare Werken. Hij gaat ambtenaren die zijn uitgeleend terughalen naar het ministerie.